Goedenavond, vrienden. Ben ik te verstaan tot op de achterste rij? Even de vingers, ja? Allemaal goed horen? Helemaal bovenin ook? Ja, heel fijn. Goedenavond, mijn naam is Diederik van Vleuten. In het dagelijks leven theatermaker. En nu ben ik opeens een interviewer, of een, ik noem mezelf liever een moderator van deze avond. Want ik ben, zoals u begrijpt, zeker niet de hoofdgast vanavond. We gaan met een heel interessant iemand praten. Maar mijn eerste vraag is, om iemand ongestoord te laten praten, is het heel fijn als we allemaal onze, drie keer raden, mobiele telefoons toch even uitzetten. Wilt u dat nog voor een laatste keer controleren? Want we gaan ook mediteren zometeen. En niets is zo erg als daar een Vodafone ringtoon doorheen komt. Dus als u het nog even wil, ik heb het liefst dat u hem helemaal uitzet, maar het vliegtuigstand mag ook. En terwijl u dat allemaal doet, ga ik vertellen wat u vanavond kunt verwachten. Officieel staat er, we hebben tot 9 uur, 1,5 uur. En de tijd gaat vliegen, dat kan ik u verzekeren. Maar ik kan u ook verzekeren dat we ook misschien nog een kleine uitloop hebben als de Swami het helemaal op zijn heupen krijgt. En dat zal best kunnen gaan gebeuren. Dan hebben we een kleine uitloop. We moeten in ieder geval om 10 uur uiterlijk weg zijn. En deze avond bestaat uit 4 gedeeltes. Een gesprek met Swami. Daarna geef ik het roer zo snel mogelijk uit handen, want dan gaat hij met ons daadwerkelijk een meditatie doen. Dat is zeker de hoofdmoot. Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen, als u daar nog toe in staat bent, want misschien bent u wel helemaal in andere werelden en willen we dat ook graag zo houden. En er is een signeermoment, want het boek waar we het vanavond over gaan hebben is vanavond verkrijgbaar. En ik kan u alvast zeggen dat u een dief bent van uw eigen emotionele portemonnee als u geen exemplaar aanschaft. Dus dat is ongeveer hoe deze avond eruit zit. Hoe lang precies, dat zal de praktijk ons leren. We gaan het hebben over dit boek. Vind je innerlijke kracht. Dat is in ieder geval de Nederlandse titel. De Engelse titel vind ik zelf wat mooier, maar mag niet te hard op zeggen. Looking Inward. Dat dekt meer de lading van waar dit boek over gaat. Een boek over meditatie en de hoopvolle boodschap dat dat een middel is om ons in deze overrompelende, stressvolle tijd waar we allemaal mee te maken hebben, of je nu wilt of niet, een uitweg biedt, een zicht op rust, vrede, geluk, zo je wilt. Zeer belangrijk. Daar gaan we het over hebben met iemand gepokt en gemazeld in deze wereld. Het is een Nederlandse swami. Hoe je een swami wordt, dat ga ik hem ook zeker vragen. Hij staat hier in de coulissen en nu kom ik aan het moeilijkste gedeelte van deze avond om zijn naam foutloos uit te spreken. Ik ga een poging doen. Swami Purna Chaitanya. Hartelijk welkom, kom erbij. Ga zitten. Als ik Adriaan van Dis was, had ik nu gezegd, wat mag ik u inschenken? Oh ja. Maar het staat er al. Ik weet niet, mogen we dit nog ietsje dichterbij schuiven? Ja, ja, staat de camera we mogen dat alles. Is de Swami ook tot in achterin te horen? Mag ik ook even daar de vingers? Want daar zit de techniek en die draaien en schuiven met ons mee. En deze avond wordt ook opgenomen, gestreamd heet dat geloof ik. Dus ik denk ook dat je hem op een gegeven moment nog kan terugkijken. Maar goed, hoe langer ik aan het woord ben, zonde, want het gaat over... Ik wil even beginnen met inderdaad de vraag, hoe wordt iemand een swami? Maar we gaan even, want je bent, voor de mensen die het niet weten en de achterflap nog niet hebben gelezen, je bent wel degelijk gewoon Nederlands. Freek. Ja. Freek, en kun je in het kort vertellen, je hebt een Indiaanse moeder, je hebt een Nederlandse vader, als ik het allemaal goed heb. Ja. En je bent op een gegeven moment in de ban geraakt van India, de Indiaanse leer, de meditatie, yoga. Wat is dat moment geweest? Hoe oud was je? Dat willen we weten. Nou ja, dat is lastig om dat helemaal zo precies te definiëren. Ja, geboren inderdaad als Freek Alexander. Later ben ik meer Alexander gaan gebruiken. Maar mijn moeder is al heel jong naar Nederland gekomen. Dus ook gewoon eigenlijk in Nederland opgegroeid. Sprak geen Indiase taal, dus niet heel India's. Maar ik denk dat stukje spiritualiteit uit het oosten was wel een deel ergens van ons leven. Misschien niet heel nadrukkelijk, maar er was een Boeddha-beeldje ergens in huis. Mijn ouders hebben tijdens hun studie psychologie in Leiden ook een meditatiecursus gedaan. En dat inspireerde ze heel erg, vonden ze heel interessant. En dan praten we over welk jaar, want dat was toen, als je ouders dat hebben gedaan, was het nog niet zo in zwang zoals het nu is. Nee, ja, dat was dus denk ik toch begin jaren 80, denk ik. Eind jaren 70, begin jaren 80. Okay.
Dus dat was inderdaad nog heel nieuw eigenlijk. Een vriend van hen had dat ontdekt. En ik denk dat mijn ouders ergens toch wel al iets spiritueels hadden of een interesse, want ja, anders kom je daar niet terecht. Het zat in je DNA. Nou, in hun DNA dan waarschijnlijk. En toen daarna ook in het mijne, ja, dat gaat het vaak. Ja. En toen zijn ze die cursus gaan doen. Dat vonden ze heel nuttig, inspirerend, verrijkend. En ze zijn toen regelmatig gaan mediteren zelf. En dan niet van iedereen dat nou per se moest weten. Maar ik weet nog, toen ik klein was, bijvoorbeeld bij ons thuis, dat ze heel af en toe dat wel eens deden, dat ik het wist in ieder geval. En op een gegeven moment, ja, dan ben je nieuwsgierig en wil je daar ook een beetje wat van weten. En dan was het bijvoorbeeld een keer op zondag zo. Nou, op zondag gaan we dan samen mediteren, als wij dat wilden. Ik en mijn broertje. Nou, reuze interessant. Kregen we ook een kussentje. En dan zaten we daar met z'n vieren. Hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 6 of zo. Oh, ja, ja. Iets echt nog heel jong. En wij dan ervoor, onze ouders erachter. En dan was het idee, nou, 20 minuten, stilzitten, met je ogen dicht en probeer nergens aan te denken. Nou ja. Voor iemand van 6. Ja, als je überhaupt al denkt, maar dan zit je daar dus en dan denk je, oké. Nou, 20 minuten is natuurlijk veel te lang, dus na een tijdje ga je toch een beetje te kijken van, oh, zit mijn broertje nog steeds te mediteren of niet? Nou, op een gegeven moment zit hij ook van, nou, dan ga je een beetje zitten geiten. En op een gegeven moment dan ging mijn vader weer, nou, ging je weer. En dan was het weer, maar zo over de jaren heen, dat laat toch een indruk achter. En naarmate ik toch wat bewuster werd van wat het nou precies is of wat of hoe, vond ik dat wel heel fascinerend. Ik dacht, ja, wat is dat dan precies? Hoe werkt dat? Hoe doe je dat? En dan zie je dat Boeddha-beeldje, dat ziet er ook heel sereen uit. Naarmate ik opgroeide, hè, je leest soms een boek, je ziet Ninja Turtles, wat al niet. Dan Karate Kid, films van Star Wars. Nou, dat hele idee van een oude wijze meester die jou leert hoe je geest werkt, hoe je die echt de meester kan worden. En hoe die, ja, je toch ook een soort van resilience geeft, eigenlijk iets om toch die moeilijke tijden ook in het leven en situaties die misschien heel benauwend kunnen zijn, hoe je die toch meester kan worden of de baas kan zijn. Je schrijft erover in je boek dat er momenten waren in je opvoeding die minder gelukkig waren. Een ziekte van je moeder, meen ik me herinneren, en dat je ouders uit elkaar gingen en dat je toch het idee had van waar kan ik nu geluk en rust vinden, dat is me nu ontnomen. Chargeer misschien een beetje. Dat een van de drijfveren is geweest om daarin te duiken. Nou, het is niet dat ik er helemaal stuk van was. Ik ging er eigenlijk, als ik terugkijk, heel goed en makkelijk mee om, toch wel. Maar het zijn wel van die momenten dat je denkt van, natuurlijk toen mijn moeder heel ziek werd, was dat wel echt iets wat, zeker als jong kind, hè, wat je toch heel erg raakt. Want ja, wat als je moeder er niet meer is. Maar het maakt je toch wel bewust, van mij wel, dat dingen waar je eigenlijk van uitgaat dat ze er altijd zullen zijn, wat toch een soort van houvast is, die kunnen elk moment wegvallen. Ja. En het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Dus hoe ga je er dan mee om? Hoe kom je toch? En dan heb je dus die inspirerende verhalen waar er nog veel meer misgaat dan in mijn leven. En dan nog komt iemand er goed vanaf. Ja. Dus ja, ik was er toch gefascineerd door. En naarmate ik ouder werd, toch steeds meer ook een soort aantrekkingskracht die ik voelde naar die Oosterse tradities. Ik deed verschillende vechtsporten. Toch op zoek naar iets, maar nog niet gevonden. En wat brachten nou juist die vechtsporten? Beheersing, traditie? Ja, wat mij daar nog het meest in aantrok was dat stukje discipline. Ja. En een leraar, een traditie. Ja. Daar ook toch een klein stukje, misschien wat ademhaling en wat bewustwording, meditatie, maar heel beperkt. Dus ik vond het interessant, zeker dat de cultuur, die traditie, maar ja, het is, je kan het maar tot op zekere hoogte daar vinden. En ik was er nog eigenlijk zoekende, bewust of onbewust, tot ik uiteindelijk in Amsterdam, in de beurs van Berlage, toen ik 16 was, voor het eerst mijn spiritueel leraar, meester is, Gurudev Sri Ravishankar ontmoette. Hij was daar 1 of 2 dagen op een wereldtour weer en hij gaf een lezing over menselijke waarden en spiritualiteit. Nou, ik had nog nooit van hem gehoord. Mijn moeder hoorde via een vriend dat er een lezing was door een spiritueel meester. Nou ja, nee, die dan niet. Nee. Maar een spiritueel meester uit India. En toen vroeg ze aan mij en mijn broertje, van, nou, vinden jullie het leuk om ook mee te gaan? En ze liet ons een foto zien. En ik had zoiets, ik heb nog nooit een spiritueel meester uit India ontmoet. En waar denk je dan aan? Nou, iemand met lang gewaad,
lang haar, baard. Nou, en zo zag hij er ook uit. Zag hij er ook uit, ja. Dus dat was, nou, dit is wel, het ziet er wel uit als een echte spirituele meester. We hebben hier nog iemand in de zaal die dat gepresenteerd heeft, geloof ik? Ja, ik geloof het ook. Waar zit, ik weet niet waar Jules zit, maar... Ja, dat was jou toch, dat was jouw... Zij stond daar op het podium toen de introductie te doen. Leuk, ja. En nou, ik zat daar in de zaal en ja, om een lang verhaal kort te maken, dat heeft een hele diepe indruk op mij gemaakt. En wat was dat? Wat gebeurt er? Ik heb eigenlijk voorrecht gehad om ook drie keer van heel dichtbij mee te maken. Er gebeurt iets, maar... Ja, er gebeurt een heleboel eigenlijk. Ja. Maar er waren drie dingen die me echt, als ik dat zo moet benoemen, zijn bijgebleven. Eén is dat hij voelde zich helemaal thuis. Hij kwam daar op dat podium en het was echt alsof hij in de huiskamer zit. Ja. En niet alleen zelf, maar ook dus met de mensen. Terwijl voor heel veel mensen hij er misschien toch wel vreemd uitzag of anders of niet standaard. Dus het gemak waarmee hij die hele avond eigenlijk droeg en alles deed. Dat was toch iets wat me ergens raakte. Dat iemand toch zo zichzelf kan zijn. Niet op een schaamteloze manier, maar op... Ja, dat je gewoon zo thuis kan voelen, zo helemaal jezelf kan zijn, waar dan ook. En hij heeft toen van alles gedeeld in een hele toegankelijke, hele makkelijke taal, toegankelijke manier. Iedereen kon daar wat mee. Maar wat me wel opviel, het was niet oppervlakkig. Het was hele diepe kennis, hele diepe wijsheid. Maar hij maakte het zo makkelijk dat je bijna niet doorhad van, oh, dit is eigenlijk heel... heel bijzonder, of hier kan ik heel veel mee. En een eeuwenoud verhaal. Dus er klikte heel veel, vielen heel veel kwartjes. En ik had zoiets van, oh, ik heb nu iemand gevonden die dit niet alleen beheerst, maar die het ook kan overdragen. Want ja, je hebt soms mensen met heel veel kennis, of ik bedoel, ik had zo'n professor op de universiteit. De man was ontzettend slim, had een heleboel PhD's. Maar niemand had een idee waar hij het over had. Dus hij kon het ook helemaal niet overdragen. En als je wat vroeg, dan kreeg je weer een heel verhaal. En dan was je nog meer in de war, zeg maar. Dus die... Hij kan het zo simpel maken dat je af en toe denkt, ja. Ja, zo precies. Kan ik het ook, maar dat is dus niet zo. Nee, dus hij had die kennis, hij kon het ook overdragen. Ja. Heel toegankelijk, heel veel humor ook. En wat me nog echt is bijgebleven ook, is dat hij aan het eind een meditatie begeleidde. Hij zegt, nou, laten we nog een meditatie gaan doen, ik zal je daarin begeleiden. En dat voelde als een paar minuten. En er waren 20 minuten voorbij. Ja. En voor mij was dat een moment dat ik dacht, oh... Dus zo kan het ook. Want ja, ik heb daarvoor ook al tijdens die tijd met vechtsporten en zo, weet je, ik had een groot Boeddha-beeld gekocht. Ergens, dat vond ik heel mooi, op mijn kamertje had ik dat staan. En dan ging ik ervoor zitten en dan doe je ogen dicht en dan doe je best om nergens aan te denken of van alles en nog wat. Je aandacht op je ademhaling of wat dan ook. Maar dit was een heel andere ervaring, een heel ander verhaal. Dus ik had zoiets, oh, nou heb ik iemand gevonden die dit echt leeft, die dit beheerst, die dit kan overdragen. En ja, voor mij was dat toch een keerpunt, zeker als ik terugkijk, van zoekende naar, ik heb iets gevonden en nu wil ik ermee aan de slag. En waar wil die mee aan de slag? Is het dat hele, de kennis eigen maken, in de meditatie, helemaal induiken en daar... Ja, dat verkennen, dat van wie ben ik echt, hè? Waarom zijn we hier, wat is dit leven, wat is je bewustzijn, hoe werkt het? En ja, toch ook die aspecten van je, of stukjes van jezelf ervaren die nog... Misschien voorbij je lichaam of je geest of je gedachten liggen. Ja. En het is natuurlijk heel mysterieus. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. Want dat is iets, als je dat voor het eerst kennis mee maakt. Ja. Hoe moet je dat plaatsen? Ja. En daarna ben je naar India gegaan. Naar de ashram van Sri Sri Ravi Shankar in Bangalore. Of heb je een eerste rondreis? Ik heb rondreis, toen in Nederland heb ik een aantal van de cursussen gevolgd. Die zijn organisatie, de Art of Living, aanbiedt. Ja. Meer geleerd over ademhalingstechnieken. Wie weet hier wat Art of Living is, voordat we in een soort geheimtaal praten. Wie weet niet wat... Laat even. Wie hoort nu voor het eerst Art of Living? Want het is wel even belangrijk. Kan jij... Ja, ik ga meteen even huiswerk. Wil jij uitleggen waar we het in dit geval over hebben? Want hij is Sri Sri Ravi Shankar. In het kort, ja. Sri Sri Ravi Shankar is een wereldberoemd, zullen we het noemen, over de hele wereld erkend. Spiritueel leider. Ja? Spiritueel en humanitair leider, ook een vredesambassadeur. En hij heeft 40 jaar geleden ook een organisatie gestart die heet Art of Living. En hij is daar zelf toen ooit alleen mee begonnen. Hij heeft hele waardevolle kennis, ademhalingstechnieken, van alles aangeboden. Mensen raakten geïnspireerd om dat ook te gaan delen. Zijn op een gegeven moment ook die cursussen zelf mogen gaan geven. En zo is over de laatste 40 jaar eigenlijk een heel netwerk van vrijwilligers, een hele beweging over de hele wereld
ontstaan. Zit nu in 180 landen over de hele wereld. Tienduizenden trainers van die cursussen. Miljoenen mensen hebben die programma's gedaan. De organisatie biedt nu naast heel veel dit soort programma's, persoonlijke ontwikkeling, ook allerlei ontwikkelingsprojecten aan, serviceprojecten, waar ze in eigenlijk allerlei gebieden over de hele wereld bijdragen aan een meer vredevolle, meer stressvrije, meer harmonieuze en prosperous, bloeiende samenleving. En dat kan alles zijn van programma's in gevangenissen, voor de gevangenen en ook voor de... En als je het hebt over programma's, dan heb je het over... Ja, trainingen waar ze dus om leren gaan met hun stress, hun geest, het vrij worden van hun trauma's. Want als je de cursus in Nederland hebt, en trouwens het geldt voor de artlievingen overal, dan gaat het over ademhalingstechnieken, technieken, meditatietechnieken, die dingen. Ja, een stukje kennis, wijsheid, inzicht. Ja. En een stukje yoga. Ja. Dus dat. En maar ook dingen bijvoorbeeld voor boeren. Sustainable agriculture. Ontwikkeling van dorpen. Schooltjes op plekken waar geen scholen zijn. Gratis onderwijs. Hulpverlening in rampgebieden na natuurrampen. En je zegt nu, sorry dat ik in de regel, je zegt nu 180 landen. Maar ik heb foto's gezien dat Sri net was begonnen. Meen ik mij te herinneren, dat gewoon daar zat een soort stenen muurtje en er zaten 10 mensen naar hem te luisteren. Ja, precies. En er zijn er waarschijnlijk 8 weggelopen en 2 die hadden gezegd van ik kom nog een keer terug. Ja, ja, en als je dan nu bedenkt, inderdaad over 180 landen, dan is dat iets onvoorstelbaars. Ja. Sri Sri Ravishankar, eigen website, als je het niet kent, ga daar kijken, want het is buitengewoon inspirerend. Maar goed, je had hem ontmoet, zeg je. Ja. Je was daar in die beurs van Berlage. Ja, gezien. Ja. Gezien, ja. En toen was jouw volgende gedachte, ik wil daar alles van weten. Toen ben je naar India gegaan en wat... Nou ja, dus een aantal van die cursussen die organisatie hier in Nederland, Stichting Art & Living, aanbood en dat gaan verkennen. Ik denk, nou, ik wil wel meer leren over wat hij te leren heeft. Ja. Dat vond ik heel interessant. Ik ben ermee gaan experimenteren, wat van die ademhalingstechnieken en zo. En ik vond die kennis ook heel interessant van die oude geschriften. Hij heeft verschillende lezingen gegeven, er zijn boeken gepubliceerd. En toen, tussen mijn middelbare school en universiteit heb ik een tussenjaar genomen, in een bibliotheek gewerkt. Niet deze, maar in Haarlem. En toen heb ik nog een paar maanden gereisd. Ben naar India gegaan ook. En onder andere ook een hele tijd doorgebracht in het internationale hoofdkantoor van Art of Living, in het zuiden van India, in Bangalore. Ja. En hem daar weer kunnen ontmoeten. Nog wat meer verdieping. En ook met hem in gesprek gegaan? Of nou, heel kort. Een paar zinnetjes hier en daar. Ja. Waar er een mogelijkheid was, maar wel nog meer verdiept in die kennis van meditatie, nog een wat gevorderde retraites gedaan. En toen, daarna moest ik toch studeren, dat hebben we ook gedaan. Maar... Dan slaan we een stukje over, want hij heeft jou deze naam... Ja, dat was pas later. Okay. Dus wel eerst die studie afgemaakt, dat was toch wel de bedoeling. Ja. En toen na mijn studie had ik toch zoiets dat... ik had 2 opties, of je kan fulltime gaan werken en studieschuld afbetalen en al die dingen. Of ik dacht, ja, maar dan blijft er maar heel weinig tijd over om echt iets bij te dragen. En dat had ik ook van jongs af aan al heel sterk. Ik wilde iets met mijn leven doen wat nuttig was, waar ik mensen mee kon helpen. En ik was ook een beetje aan het kijken van, hoe doe je dat? En toen zag ik, we hebben hier zo'n organisatie die eigenlijk ontzettend mooi werk doet voor iedereen, over de hele wereld, ontwikkelingsprojecten. En tegelijkertijd ook een plek waar ik nog meer die kennis kan verdiepen. Waar ik echt, want dat vond ik toch wel zo fascinerend, dat ik dat me echt eigen wilde maken. Dus niet alleen die kennis van yoga en meditatie, maar ook mantra's van Ayurveda, al die Vedische kennis. Ja. Wat ik ervan had kunnen proeven, mogen meemaken, dat was gewoon ontzettend mooi en inspirerend. Dus toen besloot ik 1 of 2 jaar naar India te gaan. Ik zeg, nou, dan ga ik als vrijwilliger daar bijdragen. Voor Art of Living. Ontwikkelingswerk doen. En tegelijkertijd nog meer van die dingen leren waar ik de kans krijg om dat te doen. Nou, na die 1 of 2 jaar wist ik dat dit is wat ik met mijn leven wil doen. Ik heb hier een mogelijkheid om gewoon de hele dag, elke dag, mensen te helpen, iets bij te dragen op allerlei manieren. En dat was zo vervullend dat het me niet uitmaakte dat het vrijwilligerswerk was of dat ik geen pensioen opbouw of ik leefde uit een koffer. Nog steeds? Nog steeds, ja. De koffer is iets kleiner geworden nu. Oh, nog kleiner? Ja, precies. Ja. Nee. Maar, dus die 2 jaar dat je daar was, dat werd uiteindelijk tot nu. Ja. En ik ben wel steeds meer gaan reizen, maar ik heb toen besloten niet terug te komen
Ik bedoel, af en toe kwam ik een keer familie opzoeken, eens in de 1 of 2 jaar. Maar ik ben er toen verder mee gegaan en hij heeft me ook niet op een gegeven moment gezegd van, nou, het is wel mooi geweest, ga maar weer terug naar Nederland. Had ook gekund. Ja. Maar hij kwam het op, want dan zijn we waarschijnlijk nu toch op dat moment dat hij er als ja, het bijna wel, ja, ja. uitpikt. Ja, we hoeven niet helemaal iedere stap. Nee, precies. Hij pikt je eruit of pik je eruit. Hij wijst je op een gegeven moment aan, geeft je een naam en niet de minste. Als ik begrijp wat je naam letterlijk betekent. Swami is eigenlijk een titel ja, voor ja. een monnik uit de Vedische traditie. Ja, zeker. En Purna Chaitanya is de naam die hij me heeft gegeven. Ja. Dat is een Sanskriet naam, zoals dat traditioneel gaat. En dat betekent, Purna betekent dat wat vol, compleet is. En Chaitanya betekent bewustzijn. Dus eigenlijk iemand wiens bewustzijn compleet is of volledig tot bloei is gekomen. Dat is niet gering. Nee, dat is een hele, heel iets om waar te maken. Ja, en toen jij tot Swami werd benoemd, als ik mag zeggen, zat er een opdracht aan vast? Of heb je die zelf gegeven? Nee, het is meer, het is eigenlijk ontstaan in de zin van, het is de traditie, het is een heel oude traditie, gaat eeuwen en eeuwen, millennia terug. En je kan als Swami worden ingewijd alleen door iemand die al deel is van die traditie. Dus je moet toch een meester hebben die jou waardig acht en denkt van, nou, dat wordt wat. En die kan je dan inwijden. En dat is ook een levenslange toewijding. Het is niet van, nou, een paar jaar gaan we dat doen en dan weer wat anders. Dus het is echt ja, als een monnik eigenlijk. Je leeft ook celibaat, je gaat dus geen familie meer starten en dat soort dingen. Maar een beslissing of een vanzelfsprekende beslissing? Nee, ja, ik leefde eigenlijk al zo en ik was heel gelukkig. Dus niet dat ik er wat tegen had. Nee. Maar ik had wel toch heel helder, eigenlijk al tijdens het eind van mijn studie, dat ik denk, als ik dusdanig mezelf wil toewijden om bij te dragen, dan is het heel makkelijk als je gewoon overal maar inzetbaar bent. Ja. En ja, als je toch de verantwoordelijkheid hebt van een gezin, dan is het niet eerlijk ook naar hen toe, als je de helft van de tijd er niet bent. Dus het was een organisch besluit, het een volgt uit het ja, andere. En ik voelde niet dat ik iets miste, dus het was niet dat ik nou daar iets voor moest opgeven. Maar ik wist niet wat het zou worden, tot hij me op een gegeven moment inderdaad de kans gaf om ook te worden ingewijd als een van zijn swamis. Nou, dat had ik nooit verwacht, want er waren er maar een paar en die waren allemaal wat ouder en allemaal India's. Ik denk, ja, dat is iets wat gebeurt in India. Dus jij bent de enige Nederlandse tot nu toe, nog steeds, die hij heeft ingewijd. Ja. Nou ja, nee, de enige internationale. Ja, ongelooflijk. Dus toch ergens door het net geglipt. Hey, maar hij zag daar dus toch iets waarvan hij zoiets had van, ja, hij kan dat of hij is daar klaar voor. Ik was ook nog heel jong, ik was 27. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, voor mij was het meer een soort bevestiging dat het pad wat ik eigenlijk al volgde, of die roeping die ik voelde, dat inderdaad de juiste was. En ik was daar gewoon heel, heel dankbaar voor, en nog steeds. Ja. En het woord mantra viel even, we hadden het net in de kleedkamer, ik ga je een verzoek doen, want een paar weken geleden hebben we elkaar voor het eerst live ontmoet bij een samenkomst in Haarlem of Heemstede. En toen we gingen praten over, nu je een tijd in Nederland bent, van hoe kunnen we die tijd zo vruchtbaar mogelijk maken, wat kunnen we allemaal, daar is dit een onderdeel van, deze samenkomst. En toen zei, of Jules of jij zelf, zei van laten we, misschien moeten we deze bijeenkomst beginnen met een mantra. Zou je dat willen doen? Ga ik je opnieuw vragen? Je zei net, ja, dat kan. We zitten natuurlijk nu ergens er middenin, maar dat maakt helemaal niet uit. We zitten er middenin en ik denk dat fascinerend is om mee te maken. Omdat het in Nederland natuurlijk een geluid is wat je niet iedere dag op de stratenhoek hoort. Ja, en toch ook iets wat me heel erg nauw aan het hart ligt. Daarom. Echt. Ga je gang. Ja, dus nou ja, dan begin ik met een mantra die ook traditioneel, als we kennis delen, dan is het ook een beetje om toch een atmosfeer te creëren dat we dat zo goed mogelijk kunnen opnemen, leren, onthouden, begrijpen. En ook een stukje waardering en erkenning voor die hele oude traditie die dit eeuwenlang hebben bewaard, hebben doorgegeven van leerling naar leermeester naar leerling en zo verder. Ja. Dus dat op de traditionele manier kunnen we daar nu alsnog mee beginnen. Jullie hoeven daar verder niks voor te doen. Als je wil, mag je even je ogen sluiten. Het is soms fijn als je naar mantra's luistert. Maar het hoeft niet. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Ganana Antva Ganapati Gum Hava Mahe Kavinka Vinamupama Shravastamam. Jeshtarajam brahmharnam brahmharnaspata anashrinvannutibhissidasadhanam Shri Mahaganapataye namaha Saraswati namastubhyam varade kamarupini
Vidyarambham karishyami siddhir bhavatu me sada. Namaste Sharada Devi Kashmir Puravasini. Tvamaham prarthaye Devi Vitya Buddhin Chadehime. Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwaraha. Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam. Asmat Shri Guru Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Bhadram Karne Bhishrunoyama Devaha. Bhadram Pashye Makshabhirayajatraha. Sthirai rangai istushtu vagum sastanubhihi vyashema devahi tanyadayuhu svastina indro vridhashravaha svastina pusha vishvavedaha svastina starksho arishtanemehi svastino brahaspatir dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. Dankjewel. Wat indrukwekkend is dit toch? Ik bedoel, ik heb al moeite met het uitspreken van je naam. Of daar moet ik dan echt even denken, hier ga ik nou niet over vallen. Maar hoe krijgt iemand uit Nederland, geboren in Leiden in 1984, dit... Maar ik vind het wonderlijk. Ik verwonder me daar ook wel eens over. In India verwonderden heel veel mensen zich daarover. Want ik heb heel veel van die dingen eigenlijk nog sneller geleerd dan de jongetjes die dat vanuit huis eigenlijk meekrijgen. Dus dat is toch waarschijnlijk een heel, heel oude... Ja, ja, dat is toch... Via je moeder. Of oude impressies. Ja, 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 ja. We gaan naar je boek. Want dat is er niet voor niks. Dat heb je niet voor niks geschreven. Dat is de vrucht van al die jaren dat je kennis hebt opgedaan. Dat heb je willen delen. De indeling van je boek is even simpel als doeltreffend. 7 hoofdstukken. Daarna samengevat in wat je noemt wijsheid, sutra's. En dan telkens afsluitend met een oefening van 10 minuten. Waarin je ons uitnodigt gewoon maar eens even wat dingen onder elkaar op te schrijven, op lijstjes. En nou ja, dat moet je allemaal zelf gaan lezen. Maar mijn eerste ding, voordat we aan de meditatie beginnen, want daar gaan we heen. Meditatie als, ik noem het maar even, als nee, medicijn is niet het goede woord. Maar middel oplossing misschien, een ja. Remedie. Ja, en je eerste hoofdstuk, dat vind ik meteen zo mooi, omdat het gaat over hoe de geest werkt en hoe wij in ons dat voortdurende gekwetter in ons hoofd. En dan schrijf je heel mooi, dat is op een moment gekomen in onze ontwikkeling. Want je beschrijft heel mooi als kleine kinderen, die leven totaal in het nu. Die zijn niet bezig met het verleden, omdat ze er ook nog maar heel weinig van hebben. Die zijn zeker niet bezig met de toekomst. Die spelen met een takje, die spelen met een dingetje. En dat is het. Als ze naar bed gaan en ze zijn moe, gaan ze slapen, niet tobberijen over wat dan ook. En er komt een moment in onze ontwikkeling dat wij daar, wat heel ongezond is, afscheid van nemen. Kan je dat eens even nader toelichten van wat daar gebeurt? Ja, het is heel subtiel en ik denk dat iedereen er toch wel zich een beetje mee kan identificeren. Dat, zoals je zegt, tot op een zekere leeftijd ben je nog zo in het nu dat... Je bent helemaal niet bezig met wat er volgende week zal gebeuren of wat er gisteren is gebeurd. Misschien dat gisteren iemand jouw speeltje had afgepakt en vandaag zit je weer heel gezellig in de zandbak. En dat is helemaal geen gedoe. Dat speelt je al lang niet terug over. Ja. 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 En dat is ergens omdat die impressies, daar houden we nog niet aan vast. Dat laten we heel makkelijk weer los eigenlijk. En dan ergens ontstaat er iets, en dat is een deel natuurlijk, en dat hangt ook een beetje af van de opvoeding soms, hoe snel dat gaat, maar dan ga je dat geluk, wat we eerst gewoon ervaren, opeens
onze natuur... Langzaam maar zeker, ja, wat eigenlijk onze natuur is. Want als je ziet baby's, ja, tenzij er echt iets heel stressvols gaande is, zijn ze heel gelukkig. Dan hebben ze niks nodig om te spelen, om te lachen. Grote ogen. Precies. Ja. En ergens gaan we dat geluk dan uitstellen, gaan we het conditioneren eigenlijk. En dan opeens is het, oh, als ik dat heb, ja, dan ben ik echt gelukkig. Of als dat gebeurt, dan is het echt fijn. We hechten het aan een object. Ja, of een situatie. Of, ja. Maar het is opeens niet meer nu. Ja. Het wordt dan later. En dat gaat dan steeds verschuiven. Eerst denk je, oh, als ik, je ziet misschien je oudere broer of zus naar school gaan met een rugzakje en wat spulletjes. Denkt, oh, wanneer ik naar school kan gaan, hoe leuk zou dat zijn? En dan opeens ga je naar school, maar dan is er weer wat anders. Oh, als ik naar de middelbare school heb je zo'n grote tas met van alles en nog wat. En dan, oh, als ik een vriendinnetje heb of als ik die brommer heb of als ik... Daar, als ik eindelijk klaar ben met mijn middelbare school of die universiteit. Of, en zelfs, hè, we hebben allemaal doelen en dromen. En lukt lang niet altijd. Lukt het wel, dan is het ook, het is even fijn misschien. Maar dat is heel kort hoe lang je ervan kan genieten. Want dan gaat het weer naar het volgende. En je ziet dat mensen dan toch, bijna iedereen hun leven gaat leiden als een zoektocht naar geluk. En hè, pursuit of happiness. En dat wordt je ook steeds voorgeschoteld. Van als je dat bereikt of dat hebt. Of heel vaak blijft het toch een droom. Iets wat je najaagt. Het maak je jezelf ook wijs. Als ik dit precies, ja. En het wordt ons ook verteld. Hè, als je, om echt gelukkig te zijn of succesvol moet je dat en dat en dat hebben. Ja. En elke reclame probeert je wijs te maken dat je zonder dat product toch echt niet gelukkig of succesvol kan zijn. Ja. Maar daardoor stellen we steeds uit. Terwijl... We maken een denkfout daar. Ja, je bent dan eigenlijk de hele nacht je bed aan het opmaken, maar je hebt geen tijd om erin te slapen. En het is ergens zo sneu dat mensen zeggen, oh, ik kan niet wachten tot het weekend is. Ja, want dan ga ik genieten of dan ga ik, wat je ook wil doen. Ja. En sommigen nog ergere... Vakantie. Ja, nog erger is, ja, als ik vakantie heb, ja, dan kan ik eindelijk genieten of doen wat ik leuk vind. Ja. En dan heb je nog een categorie, daar heb ik nog meer mee te doen. Die zeggen, nou, als ik met pensioen ga, dan ga ik de dingen doen die echt... En ik krijg op de eerste dag een hartaanval meestal. Nou ja, je weet niet eens of je er dan nog bent. En zelfs als je er nog bent, tegenwoordig weet je niet eens of je pensioen er dan nog is. Ja. Dus... Ja, ik bedoel... Ik ben dan theatermaker en dan ga je dus eerst een heel mooi programma maken. En dan is het seizoen onderweg en er is maar één ding waar je naar verlangt. Ja, nou, dat het weer voorbij is. Van het seizoen. Ja, precies. Dat, wat je moois hebt gemaakt, dat moet dan weg. Ja. Want dan denk je, ja, maar we hebben weer tijd voor een volgend programma. Ik bedoel, maar dat hebben we allemaal in ons werk op iedere... Ja. Waarom doet de geest dat? Kun je daar een antwoord op geven? Waarom? Want het is heel... Ja, nou ja, kijk. Niet om lullig te doen, maar... Een van de problemen is dat we dan ook vragen, nou, waarom is dit zo? Ja. Heel vaak, er gebeurt iets... Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit met mij? Waarom is dat zo? Waarom hebben we een pandemie? Waarom? Ja. Maar in plaats van dat we dus erkennen, oké, dit is wat er is. Nou, wat kan ik eraan doen? Zitten we in een soort van denial. Dat we willen het eigenlijk ontkennen. Dit kan toch niet waar zijn? Hoe kan dit nou gebeuren? Onze geest heeft bepaalde neigingen. Ja. En dit is er één van. Hè? Het heeft de neiging om steeds naar het verleden en de toekomst te gaan. En dat is een stukje... wanneer die geest dus zich ontwikkelt, het intellect, dat is eigenlijk het stukje van ons denken, onze gedachten, wat discrimineert, wat zegt, oké, dit is goed, dit is niet goed, dit is fijn, niet fijn. Een stukje conditionering wat opbouwt. Dat op een gegeven moment wordt dat dus, komt dat tot bloei of ontkiemt dat. En dan krijg je dus dit verhaal, dat je meer met het verleden bezig bent. Oh, waarom is dat gebeurd? Dat had niet zo moeten zijn. Of de toekomst. En als je kijkt naar wat zijn die emoties ook bijvoorbeeld die dan omhoog komen. Nou, in het verleden ben je boos of verdrietig of gefrustreerd. Het heeft allemaal te maken met iets wat al is gebeurd, maar wat we niet los hebben kunnen laten. En dat trekt jouw gedachten, jouw geest dan weer naar het verleden. En dan ben je dus niet gelukkig. Terwijl de toekomst is onzeker. Dus nou, wat als dat niet gaat zoals ik hoopte? Of wat als dat gebeurt? Dus er zit een stukje angst, onzekerheid, stress, zorgen. En... Als je je geest observeert, is het meest van de tijd is hij steeds eigenlijk op en neer aan het gaan tussen het verleden en de toekomst. Ja. Terwijl wanneer jij helemaal gelukkig bent, je even helemaal vredig voelt, op je gemak, zal je zien dat hij in het nu is. En vergeet je ook altijd. En is het... Ja, dus het moment dat je echt ergens van geniet, op dat moment ben je niet bezig met wat die toen zei of wat als dat gaat gebeuren. Maar hoeveel van onze dag en onze tijd brengen we door in die staat? Het is heel beperkt.
Ja, dat, ik kwel mij toch met de vraag, waarom is dat dan? Want ik ben heel vaak lig ik in mijn bed te tobben. Ik zal niet de enige zijn in deze zaal. Hè, dat je denkt, nu ga ik lekker vroeg naar bed. En dan 2 uur later denk je, ik zou toch vroeg naar bed. Ja, je ligt wel in je bed, maar er gebeurt even niks. Nee, precies. Toch weer. Nou ja, dus ik... Maar dat is toch echt tegen onze natuur in. Dus ergens wel, maar aan de andere kant laat de natuur ons ook zien. We krijgen genoeg hinten van wat gebeurt er? En als je intelligent bent, dat ben je natuurlijk, maar als je wijs bent, als je alert bent, bewust bent, dan ga je op een gegeven moment inzien van, hey, verrek, maar wacht eens. Dus je wordt ergens wel weer... Het brengt me nergens. Ja, en dan ga ik, oké, wat kan ik eraan doen? Dus ja. Ik heb in mijn boek ook meer tijd besteed aan, in plaats van waarom het zo is, oké, dit is zo. Ja, ja, ja. En als we realiseren, oké, dit is inderdaad wat er gebeurt, en dan wat kan je eraan doen? Gewoon het accepteren van de realiteit zoals die dan is. En dan kan je er wat aan doen. En je kan er wat aan doen, dat is het mooie. Je zegt dat een van de kenmerken van de geest is de moeiteloosheid. Ja. Zo'n mooie... Kun je daar iets in gaan? Omdat het ook bij meditatie zo meteen terugkomt. Nee, precies. Het moeiteloze. Ons lichaam en onze geest werken volgens verschillende wetten. Andere wetten. Eigenlijk tegengestelde. Ja. En we zien dat op het niveau van ons lichaam... Als we iets willen bereiken, moet je daar moeite voor doen. Ja. En dat hebben we ook altijd geleerd. Als jij af wil vallen, moet je misschien naar de sportschool. Het woord is gevallen. Ja, ja als je... Ja, nou, oh ja. Ja, ja. Nee. Hypothetisch gezien. Nee, ik als ben de eerste om te roepen, dat kan wat Als iemand wil leren gitaar spelen, nou, dan moet je oefenen. Hè? Dus wat je ook wil doen, wat je ook wil bereiken, je moet er moeite voor doen. En dat hebben we ook altijd geleerd. En... Het probleem is dat we dat altijd hebben geleerd. Dus van ja, als ik iets wil bereiken, dan moet ik daar dus moeite voor doen. Ja. Maar op het niveau van onze geest, ons bewustzijn, is het precies andersom. Want het moment dat jij moeite doet, zal je zien dat je het tegenovergestelde resultaat krijgt. Ik zal een voorbeeld geven. Als jij je iets probeert te herinneren, zal je merken dat hoe meer je je best doet, denk je van, oh god, het zat op het puntje van mijn tong. Ja. En dan komt het niet. En het moment dat je dat loslaat, dat je zegt, oh laat maar zitten, of dan opeens weet je het weer. Ja. En dat is heel irritant, want dat had ik ook op de middelbare school bij mijn eindexamens en zo. En andere examens, eigenlijk elk examen. Dat je goed studeert, althans redelijk, hè, die paar dagen ervoor. En dan heb je nog zo'n briefje, ja, als ik heel eerlijk ben, hè, ik ben ook van die categorie. Heb je nog zo'n briefje waar je even snel nog die paar formules en dingen die je maar niet in je hoofd krijgt. De pols, Ja, nou dat dan weer niet. Maar dan wel net voordat je dat lokaal instapt, nog even heel snel goed ernaar kijken. En dan wil je ook niemand meer zien. Want dan wil je zo snel mogelijk gaan zitten. Geef me dat papier en dan schrijf ik het weer even snel nog op. Want dan weet ik het nog. Ja. En dan kan je later weer ernaar kijken. Maar ja, lang verhaal kort. Je zit daar, je doet je best. En dan zit je die vragen door te lezen. En dan is er van, oh ja, dit weet ik. Oh, maar wat was het ook alweer? En dan weet je misschien nog, dat was die pagina in dat 5e hoofdstuk. Onder dat blauwe kader stond dat. En wat was het ook alweer? En hoe harder je je best doet, dat komt maar niet. En dan is dat examen voorbij en dan lever je dat papiertje in of je loopt dat lokaal uit. En dat moment, opeens weet je het weer. Ja. En hoe komt dat? Het is niet dat je eerst niet gefocust was. Je was bloedgefocust, als dat een woord is. Maar je was niet ontspannen. En het moment dat jij dat lokaal uitloopt of dat papiertje inlevert, ontspan je. Want zelfs als je het helemaal hebt verprutst, weet je in ieder geval, nou, voor vandaag ben ik klaar. Ja. Hele opluchting. En dan ontspan je en dan opeens weet je het weer. Dus we zitten ons daar ongelooflijk in de weg. Dus precies, dat is een hele grote fout. Net als dat je ligt in bed, je bent doodmoe, maar je komt niet in slaap. Ja. Want die geest is nog zo actief. Ja. Hoe harder je denkt, oh, ik wil niet aan die persoon denken, want die had iets naars gedaan. Daar is denk je er meer aan. Ja, precies. Ja. En we hebben nooit geleerd dat op het niveau van de geest dus juist moeiteloosheid is wat werkt. Als we nu tegen de zaal zeggen, u mag niet aan een roze olifant denken. Ja. Nou, dan denkt nu iedereen aan een roze olifant. Precies, ja. Die op een klein fietsje zit. En, Ja, bedankt. Dus, ja, nee, nu zit ik al voor me. Ja, precies. Ja. Maar en meditatie onder andere is eigenlijk ook de kunst van het leren loslaten, het niets doen. Het onthechten. Ontspannen, het onthechten, ja. Daar gaat het veel over, onthechten. En dan kan je echt dat je ware potentieel ook gaan leven. Want... Toen ik dat voor het eerst las, en dat vind ik het meest fascinerend. Je schrijft veel over veranderlijkheid. Ja. Dat alles in ons leven en de wereld verandert. Ja. Je lichaam,
Je gedachten, je herinneringen, je gevoelens, je relaties, je woonomgeving, alles. Maar, en die had ik nog nooit gezien, er is één, ik noem het maar even instantie, er is iets die verandering moet waarnemen. Ja. En dat kan alleen bij de gratie van datgene wat niet veranderlijk is. Want anders kun je de verandering niet waarnemen. Ja, je hebt een referentiepunt nodig. Dat vond ik een ongelooflijke... Dat was echt een eye-opener van hoe dat werkt. Dat wij dus iets anders zijn in diepste wezen. En daar gaat meditatie dan ook over, om daarmee in contact te komen. Ja. Als ik je goed begrijp. Ja. Met dat onveranderlijke in ons. Of zoals Etty Hillesum zo mooi zei, dat onverwoestbare in mij. Ja. Die kern die altijd en die iedereen dus heeft. Ja, en ik denk dat zeker in de laatste paar jaar nog veel meer mensen toch eraan zijn herinnerd dat heel veel van de dingen waar we toch eigenlijk bewust of onbewust op leunen, waar we steun bij zoeken of waar we aan vasthouden. En dat kan je baan zijn, je relaties, je gezondheid, je bankrekening, wat dan ook. Opeens begonnen eigenlijk al die dingen te wankelen. Hè. Sommige mensen raakten hun baan kwijt of moesten hun bedrijf sluiten. Sommigen zagen hun spaargeld opeens een beetje opdrogen. Sommige mensen maakten zich nooit zorgen over hun gezondheid. En opeens was er zo'n virus. Nou, wat als ik dat krijg? Ja. Mensen konden opeens hun vrienden of geliefden niet zien. Ja. Van alles en nog wat. Eigenlijk al die dingen waar we... Of je kan niet meer reizen, je kan dit niet meer doen, dat niet meer doen. Het leek nog heel even mooi ook, omdat we allemaal zo dicht bij elkaar in het ons... Ja, heel even. Het heeft maar heel even geduurd. Ja. Nou, het was hier wat beter. Ik zat in Afrika. Ja, nee, een ander verhaal. Niet, ja. Maar dan word je aan herinnerd dat dus al die dingen vroeger of later veranderen of kunnen veranderen, weg kunnen vallen. En als jij er dan op leunt, dan begin jij ook te wankelen. Ja. Dus dat kan heel naar zijn. Je kan angstig worden of gestrest. Maar het mooie is dat er is iets, zoals je al zegt, wat niet verandert. Ja. Er is maar één ding wat niet verandert. En als je dat bewust kan ervaren, als je dat je kern of je anker kan maken, je houvast, dan zelfs als alles verandert, wankel je niet. Ja. Want dat is, en dat is inderdaad zoals je zegt, dat is dat stukje in ons, dat deel van ons, dat aspect van ons, wat nog voorbij al die andere lagen eigenlijk ligt van ons bestaan. Je schrijft zelfs buiten de tijd ligt. Ja. En daarom heb je ook, hè, sommigen hebben dat misschien wel eens gehad, dat je iemand na 10 jaar weer ziet, een goede vriend of familielid, en dan denk je, oh, die is ontzettend veranderd. Maar ergens voel jij dat je nog steeds dezelfde bent. Ja. Dus je hebt, oh, die is heel erg veranderd. Ja. Je weet niet hoe die naar jou kijkt. Nee, precies. Dat is misschien maar goed ook. Maar, maar dat komt omdat er iets is, zoals je zegt, wat waarneemt, maar wat onaangeraakt blijft. Ook als jij kijkt naar je peuterschoolfoto's en je basisschool en je middelbare school en je misschien zelfs universiteit, wat dan ook. Je ziet er heel anders uit. Hè. Ons lichaam verandert wel degelijk. Je voorkeuren zijn veranderd, je favoriete muziek, je lievelingsknuffel, wat al niet. Je herinneringen anders ingekleurd, omdat je zo doorgaat. Ja, precies. Wat je herinnert, hoe je het herinnert, het gevoel dat erachter zit. Dus alles verandert. En toch ben jij. Ja. Er is iets in jou wat hetzelfde is, een soort rode draad of een achterliggende kern. En het mooie van meditatie is dat het ook een middel is, wanneer het op de juiste manier doet, dat het je dus voorbij ook die gedachten, die emoties, alles kan brengen, tot dat punt waar jij dus inderdaad onaangeraakt bent gebleven. Dat is een deel wat nooit onrustig kan zijn. Dat het is tijdloos, het is eeuwig, het is onaangeraakt, het is vredig, het is geluk, het is vol geluk. Dat is onze kern, onze ware natuur. En op het moment dat je dat bewust gaat ervaren, hè, want als een concept klinkt het mooi, maar doe je ermee? Ja, je moet. Dan ga je merken dat, dat zelfs als alles een zootje is, maar er is dus nog iets in mij wat eigenlijk maar toekijkt. En dat geeft je die innerlijke kracht. Dus wij maken natuurlijk ook de fout om altijd naar buiten te gaan, waar zich alles afspeelt en waar de rampspoed zich voltrekt en alle overwegingen en ik moet nog dit, noem het allemaal maar op. Terwijl de omgekeerde weg is de weg, daar gaat meditatie dus. De oplossing ligt in ons. Ja, jij hebt dat mooie citaat van Sri aan het begin van je boek. Wanneer de wereld om ons heen in beroering is, moeten we ons naar binnen richten. Meditatie is het hulpmiddel dat ons de broodnodige troost en innerlijke kracht kan geven. Het is in al zijn simpelheid zo gezegd, maar het is wel
Het is wel de grote waarheid. Ja. Veranderlijkheid. Even nog één ding waar je in je boek... en dan ga jij met ons aan de slag. Waar jij een essentieel verschil maakt... is tussen meditatie en mindfulness. Ja. Wil je daar iets over zeggen? Omdat... Ja, of is dat ik, ja, tegenwoordig kijk, wordt het steeds populairder. Net als yoga eigenlijk is meditatie nu toch echt bijna een huistuin- en keukenbegrip geworden. Wil niet zeggen dat iedereen het kent of heeft ervaren, maar je hebt er wel van gehoord. Ja. Net als yoga. En tegelijkertijd, omdat het ook zo populair aan het worden is, is er een hele markt. Dus het, commercieel gezien ook heel interessant. Mensen komen met allerlei creatieve nieuwe variaties. Hè. Je hebt tegenwoordig beer yoga, goat yoga... Nou, wat al niet, het heeft niks meer met yoga te maken. Maar... Goat yoga? Ja, met geiten. Oh ja, ja, ja. Ja. Nee. Ik had goed verstaan. Ja, ja, precies. Dus dan heb je dat je een geit onder je of op je... of nou, ik weet het allemaal niet ook. En, dus dat gaat helemaal nergens meer over. Althans, probeer het gaat over geiten. Zien. Nou ja, misschien ook, maar beter niet. Maar dat heeft eigenlijk niks meer met yoga te maken. Maar ik zie dus ook, juist nu er eigenlijk zo'n noodzaak is... voor iets als meditatie, wat misschien eeuwen oud is... maar misschien nog relevanter dan toen... omdat we zoveel impressies op ons afkrijgen, van nou, hoe ga je ermee om? Hoe ontlast je je bewustzijn weer? Maar dan zie je dat er ook van alles wordt aangeboden onder de naam van meditatie, wat eigenlijk geen meditatie is. En ik heb me ook echt afgevraagd toen ik door Penguin, door de uitgever, werd benaderd. Van, kan jij een boek schrijven wat mensen kan helpen om beter om te gaan met een wereld die voortdurend verandert? Hoe gaan ze om met hun geest? Soms zijn je gestrest of angstig? Of heb je het niet zo helder? Wil je meer helderheid in wat is belangrijk? Waar wil ik heen? Maar ook wat meditatie is. En ik denk, ja, er zijn al heel wat boeken. Wat is de noodzaak nog voor nog een boek over meditatie? En toen realiseerde ik me dat er toch heel veel wordt aangeboden onder de naam van meditatie, wat eigenlijk geen meditatie is. En dat mensen dan dus ook eigenlijk de boot mislopen, dat ze misschien oprecht op zoek zijn naar echt meditatie of daar iets over hebben gehoord, maar dan uitkomen op een app die 5 minuten een soort achtergrondmuziekje van... de oceaan of wat fluitgeluidjes of vogeltjes of dat soort dingen. En dan ga je naar luisteren. Oké, je voelt je even ontspannen misschien. Ja. Maar het is geen meditatie. En mindfulness is een andere techniek. Het heeft zeker ook zijn eigen voordelen. Maar in mindfulness, voor de mensen die er niet bekend mee zijn... gaat het er eigenlijk om dat je heel mindful bent, heel bewust. En dat kan zijn dat je dan dus bewust bent van je ademhaling... of van iets anders, of dat je iets met alle bewustheid doet. Of het nou lopen is, of iets pakken. Of... Ja. En dat is een hele vooruitgang. Want over het algemeen zijn we tegenwoordig zo geconditioneerd om te multitasken. En we hebben zoveel impressies. Dus ons bewustzijn is gewoon... Dat we met 10 verschillende dingen tegelijk bezig zijn. En we doen het allemaal niet geweldig. Ja. Dus je geest weer even helemaal bij elkaar brengen is al een hele vooruitgang. Ja. Maar meditatie is nog een stapje verder, waar je... niet meer iets aan het doen ben. Want meditatie of mindfulness is nog steeds iets doen. Ja. Je doet het wel heel bewust. En je doet misschien heel weinig. Maar je doet nog steeds iets. En ware meditatie is dus ook niet concentratie of visualisatie. Het is een staat waar je nog voorbij de geest gaat. Zodat de geest ook kan ontspannen. Dat hij eigenlijk zich naar binnen keert. Terug naar de bron. Dat bewustzijn waar die vandaan komt. En dan merk je dat het een heel ander niveau van rust geeft, van ontspanning. Dat je heel veel onnodige impressies los kan laten. Niet alleen de gedachten, ook het gevoel erachter. En dan heb je dus een middel wat je daadwerkelijk die rust en vrede kan geven en weer op kan laden. Waar we eigenlijk altijd naar op zoek zijn als we ons even niet zo goed voelen. Maar wat we vaak mislopen, omdat... Als je ziet, kijk, als iemand zich nu goed voelt, denk je, oké, dan doe ik even iets om me beter te voelen. En dat kan zijn even Netflixen, film kijken of muziekje luisteren of met mijn vrienden iets doen of wat dan ook. Maar, iets van buiten. Maar eigenlijk als je er eerlijk naar kijkt, zijn dat niet dingen waardoor je beter voelt. Het zijn dingen waardoor je even niet voelt dat je je niet goed voelt. Je bent afgeleid. Ja, het is een afleiding. Ja. Dus je hoeft je even niet gestrest of ongemakkelijk te voelen, want je bent afgeleid. Ja. Maar het is dus eigenlijk, dat heb ik in het boek als voorbeeld geloof ik ook gegeven, dat je hebt de hele dag de radio aanstaan. Op een gegeven moment ben je dat zo zat. En dan in plaats van dat je de radio uitzet, zet je de tv nog harder aan. Want dan hoef je de radio niet te horen. Ja. En zo zijn we eigenlijk bezig. En buren hadden dat. Nou, in India is het een heel, nog een ander verhaal. Maar... Doorheen toeteren ook nog weer. Ja, maar
Meditatie is dus leren om die radio uit te zetten. Ja. En dat is een heel andere kwaliteit van rust, hoe je daarvan oplaadt. En dan zie je dat, omdat je ook heel veel van die onnodige impressies, indrukken weer los kan laten, dat je ook veel meer helderheid krijgt. Ja. Ook waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat is nou echt belangrijk voor me? Wat wil ik? Wie ben ik echt? En je gaat steeds meer bewust ervaren dat, oh, er is een stukje van mij wat nog vredig is, wat gelukkig is, wat onaangeraakt is gebleven. En waar ik toegang toe heb en wat ik kan mobiliseren. Precies, dat precies. Ja. En dat kan een anker worden. Ja. En dan zal je merken dat de situaties buiten je, om je heen, je steeds minder raken, steeds minder blijven plakken eigenlijk. En dat is gewoon ontzettend waardevol. Want we zullen allemaal moeilijke, je hebt goede tijden en slechte tijden. Dus je zal soms moeilijke ervaringen hebben. Niet alles zal altijd gaan zoals je plant of hoopt. Zeker. En dat is deel van het leven, dat is oké. Okay. Maar hoe snel kom jij weer terug in je centrum? En dat is iets wat je in alle dimensies van je leven meeneemt. Of het nou op je werk is of thuis. Heel veel mensen hebben misschien een hele fijne familie, of een prachtig huis, of een leuke baan, of heerlijk eten voor zich staan. Maar het moment dat jouw geest angstig of gestrest of te chaotisch is, kan je er niet van genieten. Nee. Dus je kan alles hebben en toch ben je ongelukkig. Ja. En het mooie is van ook de technieken en de kennis die ik ook in het boek heb gedeeld, is dat het je zal helpen om stap voor stap, hè, je zei het al met die oefeningen en zo, stap voor stap op een punt komt dat je praktisch met meditatie aan de slag kan. Of misschien als je dat al deed, nog een stukje verdieping. Want ja, zoals je zegt, ik heb toch heel veel waardevolle inzichten die ik in de laatste 20 jaar heb opgedaan. Die ik heb van mijn meester heb geleerd, die ik zelf heb ervaren met die programma's en die kennis aanbieden over de hele wereld. Maar dan ga je stap voor stap steeds meer je leven kunnen leven. Niet als een zoektocht naar geluk, maar als een uitdrukking van geluk. En dat is een heel subtiel verschil. Ja. Ja. En het maakt al het verschil. Dat je dingen doet, niet omdat je denkt dat je daar dan in de toekomst misschien gelukkig van wordt. Maar je kan die dingen doen terwijl je al gelukkig bent. Ja. En dan kan je er echt van genieten. En zelfs als ze er niet zijn, ben je nog steeds gelukkig. Ja. Toen ik de cursus deed bij mijn eerste meditatiecursus bij Art of Living, waren het die drie uitgangspunten. Ik ben niks en ik moet niks. En ja, ik ben niets of niemand. Ik wil niks. Ik wil even niks. Nee. Ik hoef even niks. Nee, en dat zijn toch wel, dat zijn mooie uitgangspunten. Maar je moet ze echt eigen maken, want het is niet eventjes een dingetje, oh ja, oh smaak, oh kom op, aan de ramen. Nou, als zo kind, zoals je zei, als kind deden we dat vanzelf. Ja. Als jij ging slapen, was je weg en dan kon je helemaal zo over je vaders arm hangen en dat was geen probleem. Ik ben niks, ik moet niks, ik hoef niks. En nu lig je in het meest comfortabele bed, maar je moet en wil nog steeds van alles en je bent van alles en je komt niet in slaap. Ja. Want als je in een hotelkamer ligt, dan heb je een enorm bed. Maar dan weet je dat ze om 16:30 al gaat. Misschien al iemand aan de deur met stofzuiger. Dus ga je alvast maar om 16:30 wakker liggen. Om dat moment voor te zetten. Oh ja, daar heb ik geen last van. Die mensen heb je en sommigen zitten daarvan hier op het podium. Okay. Want in India kan dat elk moment komen. Ja, daarom. Dus dan moet je gewoon pakken wat je kan. Dat, ik overdrijf. Heb ik niet gezegd natuurlijk. Is nog echt waar ook. Ja. Ik denk dat het een mooi moment is om, we zeiden het al in de kleedkamer. Ik bedoel, alleen die wijsheidssoetra's waarbij ieder hoofdstuk eindigt. Alleen daar al zou je per soetra een uur kunnen praten. Die tijd hebben we eenvoudig niet. Nee, maar het is wel een mooi moment, om jou het hele podium te geven. En wat die meditatie is en hoe je daarmee. Ik zou zeggen, ik hoef daar geen inleiding te geven, want het is aan jou. Nou, ik weet niet of, misschien hebben we tijd voor 1 of 2 vragen. Want ik denk, je zei al, dat kan ook na de meditatie. Het kan, maar mijn ervaring leert toch dat je dan vaak zo ontspannen voelt. Het is 8:55. Dat je echt nog moeite moet doen. Dus, en misschien nu het nog vers is, Toen jij voor het eerst daarmee in aanraking kwam als jonge vent. Ja. Stond dat ook in de volksmond bekend als TM? Ik niet. Mijn ouders wel. Ah, oké, dat bedoel je. Precies. Die goede man hopen dat mijn geest altijd rustiger zou worden, zeg maar. En toen raakte ik dus als een jongen van jouw leeftijd destijds, ik ben iets harder, raakte ik bekend met het fenomeen transcendent mediteren. Toen dat ging al over mantra's. Maar dat verplaatst zich dus meer in de tijd van, of naar de tijd van jouw ouders.
Ja, inderdaad. Toen jij dat, toen jij daar dus die gewaarwording had en dat het bij jou begon, toen was het ook een andere grootmeester, hoe moet je dat noemen, een andere leraar. Een andere... Ja, de techniek is ook, ik heb ook verschillende technieken van meditatie geleerd. Wat wij, of wat ik zelf beoefen ook, is niet helemaal hetzelfde als TM, maar het is wel ook een techniek om inderdaad dus ja, voorbij de geest te gaan. Dus wel in die zin, hè, in de yogische geschriften hebben ze het over... dat is dan even een technische term, maar dhyana. En dat is dan kan je vertalen als meditatie eigenlijk. En heel veel technieken die we zien, ook onder mindfulness bijvoorbeeld, dat noemen ze dharana. Dat is iets waar je geest helemaal focust op iets, maar je gaat er nog niet voorbij. En meditatie is dan waar dat moeiteloos wordt, waar je loslaat. En dan wanneer die zo gelijkmatig wordt, dat noemen ze dan samadhi. Dat is dan het waar je uitkomt. Maar dat is inderdaad ook een techniek die... Nou, meditatie op zich, in het boek bijvoorbeeld waar ik het over heb, is gewoon hoe ga je met meditatie op zich aan de slag? En ik geef daar wat praktische principes voor hoe mensen daar ook zelf, als ze willen thuis ook mee aan de slag kunnen bijvoorbeeld. Of hun meditatie die ze al beoefenen misschien nog een stukje kunnen verdiepen. Maar het, in die zin is ook wat ze bijvoorbeeld in TM ook leren, dat is inderdaad dit concept van meditatie waar je nog voorbij de geest gaat. En dat is iets waar... Zoals ik al zei, er wordt heel veel aangeboden onder de naam van meditatie. En lang niet alles valt onder deze definitie. Vaak heb je misschien nog visualisaties of zoals ik zeg, mindfulness. Maar of je het nou met of zonder mantra doet, meditatie, want het hoeft niet. Het is een manier om daar te komen. Maar ja, echte meditatie is dus wel dat punt waar je op een gegeven moment voorbij de geest gaat. Ja, ja helemaal waar. Ja. Konden we dit allemaal verstaan of niet? Nee. Oké, misschien kun jij de vraag herhalen. Nog een keertje, sorry. Volgens mij krijg jij nu een oh, dit is een ding toegeworpen. Oh, dat is een... Ik kijk even naar de techniek, als het goed is. Werkt het? Ja, oh, ja. Oh, wat leuk zeg. Ik dacht, ja, wat is dat, een voetenbankje of zo? Maar ja. Sorry dat je bijna raakte. Maar... dat geeft niet. Nee, ik vroeg me af, omdat je net zei van bij meditatie, het verschil met mindfulness is dus dat je dan voorbij de geest gaat en dan wellicht uitkomt bij de bron. Maar ik vroeg me af wat jij dan ziet als de bron, zeg maar, of wat daarmee bedoeld wordt. Ik heb er in mijn boek wel op geduid, maar het probleem is dat... dat als je het probeert heel... specifiek te definiëren, dan doe je het eigenlijk tekort, omdat ja, het een ervaring is van iets wat nog ook voorbij jouw geest, jouw intellect ligt. Dus ik kan iets noemen nu, dat zal een concept worden, maar totdat je dat zelf ervaart, blijft het een concept. Dus dat maakt het erg lastig. Maar zoals ik al zei, ja, het is dus eigenlijk iets wat je niet kan waarnemen, je kan het alleen ervaren. Omdat het dat is wat ervaart. Klinkt misschien heel filosofisch, maar... Ja, het is misschien een beetje in de trant van non-dualiteit of zo. Dat jij datgene bent wat ervaart. Ja, zo precies. Zie ik het dan. Ja, precies. Ja, okay. Maar dat is het lastige van non-dualiteit. Want hoe leg je we dat zitten uit? In die dualiteit. Dus, en ja. Dan is dus ook, ja, hoe leg je de geest uit wat er voorbij de geest ligt? Ja. Het is niet makkelijk. Lastig. Maar het is wel een hele mooie vraag. Ja. Nou, bedankt voor je toelichting. Dus daarom nodig ik mensen ook altijd uit van... Stop niet tot je het ervaart. Hè. Er zijn ontzettend veel boeken ook beschikbaar. En onze geest heeft de neiging om al heel snel tevreden te zijn met een definitie. Dus ik wil bijvoorbeeld weten, oh, wat is yoga? En dan staat er in die geschriften bijvoorbeeld yoga citta vritti nirodha. Dat is dan Sanskriet. Maar dat betekent dat je geest helemaal tot rust komt en je niet meer identificeert met alle gedachten. En dan denk je, oh wauw, cool, nou weet ik wat yoga is. En misschien leer je dat zelfs uit je hoofd. En dan als iemand dat vraagt, dan kan je dat reproduceren. En misschien ben je wel zo enthousiast dat je zelf aan je vrienden vraagt van, hey, weet jij wat yoga is? Een officiële definitie, oh, geen flauw idee. Nou, yoga is citta vritti nirodha. Nou, wauw, en helemaal cool. Maar
En je kan dat wanneer dan ook reproduceren. Geweldig. Maar heb je dat ook ervaren? Heb je die staat ervaren waarin je geest zo tot rust komt dat je je helemaal niet meer identificeert met je gedachten en dat je eigenlijk je ware natuur ervaart? Ja, dat is de vraag. En ik heb ontzettend veel mensen ontmoet die prachtige lezingen kunnen geven, geschriften kunnen quoten. Ontzettend inspirerend, maar dan stap je in de auto en dan rij je de snelweg op en iemand snijdt je af. Gloeiende. Ja. En dan is dan toch, dat is toch niet helemaal geïntegreerd. Nee. En, of misschien helemaal niet. Dus, en dit is iets waar ze in die oude geschriften over zeggen van waak daarvoor. Want totdat je op dat punt komt dat je het echt ervaart, blijft het een concept en zal het dus ook niet je leven echt transformeren. En dat is ook een beetje het verschil, zoals ik het dan zie, tussen inspiratie, hè? Dat komt van binnen, van in, hè, inspiratie, en motivatie. Want motivatie komt van buiten. En je hebt heel veel motivational speakers. En je ziet allemaal mooie filmpjes en dingen voorbij komen op social media. En dan zie je zo'n verhaaltje, je hoort iets, denk je, oh wauw, mooi, cool, heel inspirerend. En je leven blijft hetzelfde. Ja. Terwijl één ontmoeting met de juiste persoon kan jouw leven gewoon een heel andere kant op leiden. Dus, ja, ik zal nooit vergeten dat ja, is het spirituele ervaring? Ja, ik denk het wel. Maar dat een paar jaar geleden was Sri Ravishankar een paar dagen gaf in Berlijn een cursus. Oké. En dat was gewoon in een zakenhotel. Mm-hmm. Je moet een soort Marriott hotel voor ze. En daar waren, ik geloof, iets van 1200, 1100 man, misschien wel 1800, weet ik wat. En die waren daar dus bezig met cursussen. En het feit dat hij er was, dat hing in dat gebouw. Er hing een soort, nou, ik kan het niet anders zeggen dan een soort elektrische lading. Van iedereen was ook aardig, iedereen was met hetzelfde bezig, iedereen was, het was ongelooflijk. En ik zal nooit vergeten, op maandagochtend om 10 uur moest hij op het vliegveld naar Canada. En hij wandelt het ding uit en dat hele hotel was echt serieus weer meteen een zakenhotel. Ja. Waarbij je denkt, ja, dan ga ik maar een beetje uitchecken. En dan ga ik, en het was meteen geen ene moer meer aan, je wilde er zo snel mogelijk weg. Maar niet met dat hij er was. En dat is toch een, ja, hoe moet je dat nou noemen? Dat is een ervaring. Dat is een ervaring, ja. Ja. Ja, nou ja. Die kan je ook verder niet omschrijven. Ja. Maar het is een ja. dat meegemaakt hebben, ja, dat is ongelooflijk. Stel, je hebt nog nooit een ijsje gezien of gegeten. En je vraagt mij, oh, wat is een ijsje? Ik heb gehoord dat er iets bestaat. En ik zeg, oh, het is wit en het is zoet en het is koud. En daar kan je misschien iets bij voorstellen, maar je zal nooit echt weten wat het is om een ijsje te eten, tot je het proeft. En het moment dat jij een ijsje proeft, hoeft niemand je ook meer uit te leggen hoe of wat het is, want je weet het. Je kunt ook niet uitleggen wat verlichting is, natuurlijk. Nou, dat is helemaal riskant. In die oude geschriften zeggen ze al dat iemand die jou vertelt wat verlichting is, die is wel degelijk niet verlicht. Ja. Of als hij zegt dat hij verlicht is, nou, vergeet het dan helemaal maar. Ja. En iemand die, ja, die het weet, zal het dus ook nooit zeggen. Want, ja, want dat is niet iets wat je kan beschrijven. Ja. Nou, we gaan een heel klein stapje zetten op het weg naar de verlichting. En het podium is van jou. Ik hou nu echt helemaal mijn mond. Maar je blijft wel hier zitten, ik toch? Blijf hier. Laat me niet alleen, ja. Nee, ik blijf enorm zitten. Leg de dobbelsteen. Ja, zal ik hem even de dobbelsteen even... Ja, kom maar. Oeps. Ik hoop dat het... Ik weet niet of er nog heel veel andere vragen waren, maar zoals gezegd, ik zal hierna ook nog even aanwezig zijn. Ook voor de mensen die dat leuk vinden, zal ik met alle liefde ook nog een persoonlijke boodschap in een boek schrijven. Maar terwijl ik dat aan het doen ben, kan je misschien ook nog even snel wat vragen. Die nu al moet. Nou, als het nu al moet, dan nog misschien één laatste, ja? Eén vraag nog voordat we beginnen. Heel snel. Ja, oké. Want jouw naam betekent dat je bewustzijn tot bloei is gekomen, maar is dat dan een weg? Of is dat nu al zo? Dat moet je aan mijn meester vragen. Die heeft die naam gegeven. De vraag is of Swami al tot bloei is gekomen. Ja, mijn bewustzijn dan, denk ik, ja, toch? Ja. Want de grijze haartjes komen allemaal. Ja hoor, ja, dat bloeit van alles. Maar kan jij dat zelf? Ja, dat is weer zo'n riskante vraag. Zie je het als een pad of zie je het als... Voor mij is het
aan de ene kant, ja, dus een kwaliteit die hij in mij ziet. En het is dus ook een beetje voor mij, misschien een pad van dat erkennen of ontdekken of dat ervaren. Zo zou ik het zeggen. Ik wilde jullie graag ook nog een praktische ervaring meegeven. Er staat nog veel meer moois in het boek. We hebben een paar puntjes eruit gelicht, dus denk ook niet dat dit het was. Maar zoals ik al zei, een ervaring is vaak nog veel waardevoller dan een heleboel woorden. Ik wilde jullie een simpele ademhalingstechniek leren, dat ook een hele fijne voorbereiding is op meditatie soms. Maar niet alleen dat, je kan het ook op elk ander moment gebruiken als je even toch wil ontspannen. Zeker als je geest een beetje onrustig is of, ik noem maar wat, je hebt net een hele lange Zoom-meeting gehad, je bent heel gaar. Of je ligt 's avonds in bed en je komt niet in slaap. Het is ontzettend effectief. Je kan het echt doen net voordat je in slaap valt. Dus als je gaat zitten of liggen in je bed, zit of ligt er iemand naast je, waarschuw ze wel even. We hebben een keer een situatie gehad, dat inderdaad, maar je begrijpt zo meteen waarom ik dat zeg wanneer we dat gaan doen. Maar onderschat niet hoe effectief het kan zijn. Ik heb zwaar mensen gehad echt met insomnia, slapeloosheid, klinisch, die er al heel lang mee worstelden en die alleen al door dit dagelijks te doen gewoon heel goed slapen. Ik kan niet beloven dat dat voor iedereen zo zal werken, maar het is dus wel degelijk heel effectief. Ook heel goed voor mensen die misschien soms hoge bloeddruk hebben of migraine of dat soort dingen, omdat het je zenuwstelsel heel makkelijk ontspant. En het heeft nog veel meer voordelen. Maar het mooie is dat het ook heel veilig is voor iedereen om te doen. Heel makkelijk te doen. En dit heet Brahmari Pranayama. Pranayama, even kort door de bocht, kunnen we vertalen als ademhalingstechniek. En het is een Sanskriet woord. Brahmar is een honingbij. Een bij. Honingbij? Bzz, zoiets. En we gaan een hoog, zoemend geluid maken. Ik zal het de eerste keer voordoen, zoals een bij. Ja, dus het is wel een beetje hard. Het is niet. Het is geen mug, het is een bij, oké? Voor de record. En het is wel een beetje een hoogtoon. Het is ook niet. Het is geen koe, het is een bij. Ja? Dus een hoge toon, hardop. En we kunnen het nog effectiever maken door onze wijsvingers op onze oren te leggen. Doe dat nu nog niet. Ik zal je eerst vertellen hoe, anders kan je het niet goed horen. Er zit hier een klein kraakbeentje, een flapje. Als je daarop duwt met je vingers, dan gaan je oren dicht. Ja? Dus je steekt je vingers niet in het gat. Je legt het op die flapjes en dan doe je ze langzaam open en dicht. Dus je oren gaan open en dicht. Het hoeft niet super snel. Het is geen emergency telegram of zo. Gewoon in alle rust open en dicht, terwijl we dat geluid maken. Ik zal het één keer voordoen. In je hoofd klinkt dat een beetje als wauw, wauw, wauw. Deze trilling en dit geluid hebben een heel rustgevend effect op ons zenuwstelsel. Ja, op de geest. Je ademt in en uit door de neus. En we gaan dit 5 keer doen. Dus 5 keer ademen we diep in. En dan door de neus adem je uit, terwijl je dat geluid maakt en de oren open en dicht doet. Na dit 5 keer te hebben gedaan, mag je je ogen gesloten houden. We doen dit ook met de ogen dicht, zodat je geest al een beetje kan ontspannen. Mag je armen of je handen in je schoot leggen of op je knieën, gewoon ontspannen gaan zitten. En dan geef ik nog wat hele simpele instructies om je een beetje in die meditatie te begeleiden. Onthoud dat meditatie de kunst is van het niets doen, van het loslaten. Ja, dus doe vooral niet te veel je best. Je hoeft niet te focussen, te visualiseren. Ik geef gewoon wat hele simpele instructies en die volg je gewoon op een hele lichte manier. En kijk hoe je daarna voelt. Ja? Dus ga comfortabel zitten. We beginnen met 5 keer de Brahmari Pranayama. Je mag je ogen sluiten, wijsvingers op de oren. En adem eerst een keer normaal diep in. En uit. En dan doen we nu 5 keer dat zoemende geluid. Adem in. Mm-hmm.
mag je armen ontspannen. Je mag je ogen gesloten houden. En observeer nog even de sensaties in je lichaam. Misschien dat je nog wat trillingen voelt in je hoofd. Wat tintelingen in je gezicht of in je handpalmen of in je borst. Wat er ook voor sensaties zijn, het is prima. Laat ze er zijn. Word je er slechts van bewust. Adem in. En uit door de mond. Adem nogmaals in. En langzaam uit. Wanneer je inademt, geeft dit je lichaam energie. En wanneer je uitademt, brengt het ontspanning. Word je bewust van dit fenomeen dat zich continu afspeelt. Adem in. En terwijl je uitademt, ontspan je nek en je schouders. Ontspan je voorhoofd. Je gezicht. Een zachte glimlach op je gezicht. Ontspan je armen en je handen. Adem nogmaals in. En terwijl je uitademt, ontspan je hele lichaam. Houd je lichaam nu even helemaal stil. Als een steen of een standbeeld. Zelfs als je behoefte hebt een deel van je lichaam even te bewegen, doe het niet. Houd je in. Je lichaam is even helemaal stil. De enige beweging is die van de ademhaling. Die geheel moeiteloos en vanzelf gaat. De rest van je lichaam is helemaal stil.
En word je bewust van het feit dat wanneer je lichaam helemaal stil is, de geest ook langzaam vanzelf tot rust begint te komen. Laat de geest tot rust komen. En hoe meer de geest tot rust komt, het misschien zo voelt alsof deze steeds groter wordt en naar alle kanten uitdijt. Laat de geest groter worden en groter, tot hij deze hele zaal vult. En daar zelfs nog aan voorbij gaat. Hij wordt groter en groter. Adem in en uit. En word je bewust van je gedachten. Wat voor gedachten er ook opkomen. Of het nou goede of slechte gedachten zijn, bied geen weerstand. Verzet je er niet tegen. Laat ze komen en gaan uit zichzelf. Ze laten jou onaangeraakt. De gedachten zijn als de golven aan de oppervlakte van de oceaan. Ze reizen omhoog en verdwijnen weer. Maar laten de diepte van de oceaan onberoerd. Jij bent als de oceaan, wijd en diep en onaangeraakt door de gedachten, gebeurtenissen en ervaringen.
eeuwig puur en onaangeraakt. Een stille toeschouwer van deze wereld. Adem in en uit. Laat alle inspanning los en ontspan je helemaal in dit moment. Voel even alsof alles wat je nog wilde doen, wilde ervaren en wilde bereiken, gedaan is. Er is niets meer wat je hoeft te doen. Niets meer te ervaren. Alsof zowel jij als de wereld zijn opgehouden te bestaan. En de tijd is bevroren. Rust uit in dit moment. Adem in en uit. En ontspan. Adem in en uit
En word je bewust van je lichaam. En de omgeving. Adem nogmaals in. En langzaam uit. Als je wil, mag je je vingers een beetje bewegen. Adem in en uit. En dan heel geleidelijk op je eigen tempo. Wanneer je compleet voelt, mag je langzaam je ogen weer openen. Hoe was het? Was het goed of? Hoe voel je nu? Hoe is de geest? Je merkt wel een verschil, toch? Toch 20 minuten gemediteerd. Hoeveel mensen hadden niet het gevoel dat 20 minuten voorbij zijn? Oh, nou, dat is een heel goed teken. Dus dat betekent dat zelfs als je dacht van, oh, misschien had ik toch nog allerlei gedachten. Maar dan realiseer je van, oh, maar als er 20 minuten voorbij zijn, dan waren er dus ook stukken waar ik geen gedacht had. Ja. Ik moet zeggen, die geleide meditaties vind ik, zijn veel makkelijker dan als je het zelf doet. Ze zegt, die geleide meditaties zijn veel makkelijker dan als je het zelf doet. Nou, ik zal je zeggen, het moment dat je leert mediteren, dat je het dus zelf, en natuurlijk, een goede techniek is daar heel waardevol in, maar dan is dat nog dieper. Ja, nog veel dieper. Maar ik ben wel veel thuis, maar ik merk dat ik dan toch nog wel eens veel ja, uitga. Het is een stukje oefening, en ik heb ook in het boek allerlei tips gegeven die kunnen helpen soms, hè, want je kan er heel oprecht mee bezig zijn, maar er zijn soms toch bepaalde, ja, echt hele praktische do's en don'ts die het een stuk makkelijker kunnen maken. Zowel praktisch qua techniek ook, als ook op het niveau van de geest. En natuurlijk, het helpt soms ook als er iemand is die daar gewoon toch al heel erg mee bezig is. Dat heb ik met mijn meester zo vaak gemerkt, en ja, jij ook natuurlijk, dat het veel moeitelozer is te mediteren in zijn aanwezigheid. En dat omdat, ja, hij draagt een heel andere energie met zich mee. Hè? Net als dat als iemand heel erg goed is in, nou, wat zullen we als voorbeeld geven, noem maar wat, koken. Dat het misschien een stuk makkelijker is om met zo iemand in de keuken te staan dan. Oké. Nou, sommige mensen hebben daar gemengde gevoelens over, maar er zijn heel veel geleide meditaties van die Sri Sri Ravi Shankar zelf doet op YouTube en op diverse apps ook van de Art of Living te beluisteren. En dat is zeer de moeite waard, want het is zo'n breed palet. Dat is niet één meditatie, dat zijn er weet ik hoeveel. Ja. En
live meemaken is het mooist, maar dit is wel second best. Ik zou je dat zeker aanraden. Ja. En onderschat niet hoe waardevol het is om te leren, ja, om toch even naar binnen te gaan. Want zoals het besluit, zei, ja, sorry, het is vooral ook het besluit dat je zegt, het komende half uur is niet van de wereld, maar van mij. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar dat je gewoon dat je zegt, nu neem ik dit half uur of met ademhalingsoefeningen, ja, erbij nog meer, weet je wel. En dat je dat besluit ook echt neemt, dat is een enorme verbetering. Ja, en het is ook een stukje, ja, toch wijsheid, no? Intelligentie. Als je ziet van, oké, ik kan elke keer eigenlijk mijn leven zo blijven leven, maar als je toch elke keer ziet dat je weer een beetje terug bij afkomt, is iets leuk, fijn, en dat duurt even en dan gaat het weer weg. Uiteindelijk zijn we toch op zoek naar dat blijvende geluk of die blijvende vrede. En je kan, zoals ik al zei, je hele leven dat blijven najagen. Maar op een gegeven moment, als je realiseert van, oh, maar dat is dus al beschikbaar, en dat is ergens binnen handbereik, natuurlijk, ja, je moet dat een beetje leren, misschien een beetje investeren, maar dan is dat een veel betere investering dan, ja, toch blijven gokken. Hè? Want uiteindelijk, ja, als je baas aardig is, heb je een goede dag. Als hij zit te zeiken, misschien niet. Maar op het moment dat jij realiseert dat uiteindelijk het eigenlijk niks te maken heeft met de situaties om je heen, hoe jij je voelt, maar met jouw state of mind, jouw conditionering, is dat ontzettend waardevol, omdat je dan gaat realiseren dat, oh, dan kan ik er dus ook wat aan doen. Want als jij kijkt en zegt, nou, ik voel me rot vandaag. Dan zeggen we, nou, wat is er dan gebeurd? En dan komt er een verhaal. Maar je zou ongetwijfeld ook mensen kunnen vinden in diezelfde situatie die daar helemaal niet echt last van hebben. Ja of nee? Ja. Net als dat jij soms misschien zoiets hebt van, oh, een vriend of vriendin zit zich ontzettend op te winden, maakt zich zorgen of is gestrest en zegt, ja, maar dat is toch helemaal niet belangrijk? Of waar maak je zo druk? Maar voor hen is dat is een realiteit. Net als dat jij je soms misschien heel ongemakkelijk voelt. En dan zegt iemand van, ja, maar dat is toch helemaal niet belangrijk? Ja, nee, maar dat voel je wel degelijk. En uiteindelijk is het dus niet die situatie. Nee, het is hoe jij dat ervaart, hoe jij er tegenaan kijkt. Jouw conditionering. En het moment dat je dat realiseert, dan verlies je dus het recht om te zeggen, nou, ik voel me niet goed, want dat en dat en dat is gebeurd. Want het heeft daar helemaal niks mee te maken. Maar dat is goed nieuws. Want dat betekent dat jij er dus ook wat aan kan doen. En ergens, ja, vind ik het toch soms heel pijnlijk als je ziet dat zoveel mensen toch hun leven leiden in de hoop dat ze gelukkig zullen worden, in de hoop dat dingen zullen gaan zoals ze willen hopen of dromen. Maar als er dan dus dingen op je pad komen waar je niet goed door voelt, voel je dus ongelukkig. En dat kan je hele leven zo door blijven gaan. Terwijl het moment dat jij realiseert van, hey, ik voel me niet ongemakkelijk omdat dat is gebeurd. Nee, dat is iets in mij en daar kan ik dus wat aan doen. Je schrijft het hier mooi op. Dit. Zoveel mensen, citaat uit je boek, zoveel mensen hopen op innerlijke vrede, vrijheid en geluk. En ondertussen blijven ze hetzelfde doen. Hetzelfde blijven doen en hopen op een ander resultaat is de klassieke definitie van waanzin. Ja, dat heeft Einstein ooit gezegd. Dat is hem? Ja, oh, oké. Ja. Maar het is, inderdaad, als je niks doet, als je niet een verschuiving aanbrengt in je doen en laten, zal het ook nooit beter worden. En open deur misschien, maar het is wel heel goed geformuleerd dit. Ja, nou, ik heb mijn best gedaan. Ja, ja. Maar dit is dus, ja, meditatie kan daar een middel zijn dat je zegt, oké, ik voel me niet goed, ik voel me ongemakkelijk. En in plaats van, zoals we al zagen, dat je dan iets van afleiding zoekt, zodat je even niet zo hoeft te voelen, kan je er wat aan doen dat je je weer goed gaat voelen. En ja, dat is natuurlijk, we kunnen daar nog veel meer over zeggen. We hebben nu beperkte tijd. Je kan er nog veel meer over vinden in mijn boek. Maar ik heb zelf ervaren hoe waardevol dat is. En zoals ik al zeg, dit zijn allemaal van die stapjes die je zullen helpen om je leven toch steeds meer te gaan leven als een uitdrukking van geluk in plaats van een zoektocht naar geluk. Dus nou, we hebben beperkte tijd hier en ik wil toch ook wat tijd overhouden om eventueel wat boeken te signeren. Ik weet, sommige mensen zijn misschien ook daarvoor gekomen. Is iemand nog echt een hele prangende vraag? Want ik zou het zonde vinden als die blijft liggen. Ik zie daar, wil je de dobbelsteen toegereikt krijgen?
Ja, dat, ik durf het wel. Krijg je meer de buren om je heen die, ja. die het ermee eens moeten zijn, ja. Ik vraag me af of voor jou er ook twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus kan ik zien dat ik in een situatie zit die mij ongemakkelijk of onveilig of wat dan ook laat voelen? En tegelijkertijd erkennen dat ik dat voel en die rust hebben. Is dat iets wat voor jou een... Ja, okay. Wel nee. degelijk. Nee, door wat jij net iets uitlegde, ging ik me daar een vraagteken achter zetten. Ja. En daar wilde ik graag nog even bevestiging op hebben. Ja, ja. Nee, het is juist dat je dus steeds meer eigenlijk een toeschouwer wordt. En dat het je daardoor ook dus niet meer uit je centrum brengt. En misschien nog kan ik één dingetje aan toevoegen. En dan wil ik jullie ook wel laten gaan. Misschien hebben mensen ook nog andere plannen, maar... Want mensen vragen wel eens van, ja, maar je kan je toch niet altijd... Of hoe werkt het dan? Je kan niet altijd in die staat leven dat alles... Hè, voorbij die dualiteit of in die rust en vrede. Maar zoals het je misschien kan voorstellen... En dan waag ik toch een beetje op dat riskante terrein, maar toch... Is het moment dat jij dat keer op keer ervaart en steeds bewuster gaat ervaren... Dat, oh, er is inderdaad een deel van mij wat onaangeraakt blijft, wat... ondanks alle onzin nog steeds vol rust en vrede is en ja, dus onberoerd is gebleven. En dat is wat ik echt ben. Dan zal je merken dat er heel subtiel een soort verschuiving plaatsvindt. Waar het niet zo is dat wanneer je even mediteert of een retraite doet of wat dan ook, dat je dan even goed en vredig voelt. En daarna ga je weer de wereld in en dan is het een zootje. En dat dan eigenlijk jouw realiteit is. En dit was even tijdelijk. Oh, ik voel me, als ik 's ochtends op mijn yogamatje zit, voel ik me even heel vredig. Maar ja, dan begint je dag en dan is het weer hetzelfde. Dus die paar minuten is leuk, maar daarna... En dan ergens vindt er een verschuiving plaats. Dat je realiteit wordt. En dan is het eigenlijk zo... Zo kan je je voorstellen dat, hè, we weten dat de zon er is. Die zie je elke dag. Die komt op, die gaat weer onder... We hebben dat begrepen, we hebben geleerd, omdat de planeet ronddraait, lijkt het alsof die ondergaat en zo, maar hij is er nog steeds. En je hebt dat zo vaak gezien, ervaren en begrepen, dat je weet dat hij er is. Dus zelfs als het een maand lang bewolkt blijft en je ziet die zon niet, raak jij niet gestrest, oh, waar is de zon, is hij er nog wel? Toch? Dat denk ik, neem ik even aan. Als het nacht is, ben je niet gestrest, oh, waar is die zon? Nee, je weet, oké, ook al zie je hem even nu niet, hij is er nog steeds. Dat is een heel diep weten. En het moment dat jij dus op dat niveau ervaart van... oh, ik ben inderdaad iets wat onaangeraakt blijft... die ware natuur, om het maar even zo te zeggen, die ware aard, die kern... dan zal je merken dat zelfs op de momenten dat het misschien een zootje is... en dat je daar even bewust niet bij kan, dat je dat niet even bewust ervaart... misschien raak je gestrest of angstig of boos, wat dan ook... maar... Dat is dan toch aan de oppervlakte, omdat er ergens een heel diep weten is van... ook al voel ik het nu even niet, het is er nog wel degelijk. En dan is het een heel ander verhaal. Maar dat is wel nog een stapje verder. Maar iets om naar uit te kijken misschien. Ja? Ik wil jou heel erg bedanken. Misschien moet het andersom, maar... Ook nou, dat... Voordat jij er een einde aan breidt, wil ik jou ook nog heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Maar even afrondend, want zometeen is er inderdaad gelegenheid nog dat Swami zijn boek is te krijgen en daar een prachtige krabbel in wil zetten. Ik kan het u niet genoeg aanbevelen, dat heb ik bij deze gedaan. Vrienden, er is veel aangeraakt vanavond en we zijn ook niet veel verder gekomen dan de dingen een klein beetje aanraken. Ik hoop wel dat het voor iedereen een uitnodiging is om hiermee verder te gaan en iets blijven verdiepen. En ik zeg dat uit eigen ervaring, toen ik een paar jaar geleden, ik denk 5 of 6 jaar geleden, voor het eerst in aanraking kwam met name de cursussen van Art of Living. Die gaan in eerste instantie over ademhalingsoefeningen, die zo ongelooflijk veel rust en energie geven. Dat je goed leert mediteren op de manier zoals Swami tot ons heeft voorgedaan, die manier van mediteren. De cursussen die worden gegeven. Als je vanavond daardoor bent aangeraakt,
ga er eens in grasduinen. En ik zou het iedereen zo toewensen om een keer zo'n cursus, ademhaling en meditatie. En je kan er steeds verder in gaan, dat bepaal je helemaal zelf. Om dat mee te maken, om dat te ervaren, te voelen. En te zien dat dat een life changer kan zijn. Dat was het in ieder geval voor mij. Dat was een ongelooflijke ervaring. En ik hoop dat die ervaring jullie ook deelachtig mag worden. Ik dank je ontzettend dat je hier bent. Laat het een begin zijn van heel veel. Jij gaat je boek signeren. Ik dank jullie ontzettend voor je komst. En een applaus voor Swami.